Welkom bij de 10.3 Biocast. En die gaat over cellen in bad. Want al die cellen die zitten eigenlijk in een bad van weefselvloeistof. En die weefselvloeistof moet dus in de juiste conditie zijn, de juiste stoffen bevatten. Dit zijn de celletjes, dat is een haarvat, daar zie je een lymfevat. En daar stroomt je bloed doorheen. Een rode bloedcel zie je hier, maar er zit natuurlijk ook bloedplasma tussen. Dat bloedplasma stroomt door je haarvaten en een gedeelte sijpelt eruit en komt terecht tussen je cellen. En op dat moment heet het geen bloedplasma meer, maar heet het weefselvloeistof. Die weefselvloeistof brengt voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen toe. Maar ook andere stoffen, andere regelstoffen. Een gedeelte gaat terug het haarvat in en op dat moment heet het weer bloedplasma en stroomt het gewoon weer verder. Maar een gedeelte kan niet terug via die manier. Die moet via een andere omweg. Hier zie je wat er gebeurt met de rest. Het bloedplasma, wat alle stoffen vervoert en ook weer afvoert natuurlijk. Het is weefselvloeistof geworden, gaat niet terug naar het bloedplasma, maar moet wel weer terug, weg tussen de cellen vandaan. En dat komt terecht in je lymfevaten. En op het moment dat het in een lymfevat zit, heet het lymfe. En wordt het via het lymfevatenstelsel vervoerd en komt het via de borstbuis weer in de bovenste holle ader terecht. Een marathonloper, daar gebeurt heel wat. Zijn temperatuur loopt natuurlijk op. Door te gaan transpireren brengt hij zijn temperatuur omlaag. Maar hij verliest daardoor wel veel vocht en zouten. Dat lost hij op, doordat zijn nieren minder vocht en zouten uitscheiden. Er is natuurlijk ook heel veel verbranding in zijn lichaam. Daarbij ontstaan heel veel afvalstoffen. Die kan hij kwijt via de nieren, maar die konden juist niet meer zoveel afvoeren. Daarom zijn sportdrankjes van belang. Ook je longen en je lever houden via regelkringen je interne milieu constant. Dat gebeurt door regelcentra in de hypothalamus. Er valt dus heel wat te regelen bij een marathon. We kijken naar injecties. Die kunnen gegeven worden in de kiemlaag, heel oppervlakkig. Die kunnen gegeven worden in de lederhuid, in het onderhuidsbindweefsel en tenslotte nog in het spierweefsel. In je boek staat het wat anders, maar dit zijn de vier mogelijkheden. En eigenlijk is er nog een vijfde, intraveneus. Dat was hem alweer, de 10.3 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.